Aan het einde van 2015 waren we op bezoek bij Gerry Vink. Een instituut in Nederland als het gaat om het opleiden van jonge voetballers. De laatste jaren doet hij dat bij Ajax, waar hij de jeugd traint. Daar waar het bij die voetbalclub een komen en gaan is van trainers, is Vink al sinds 2007 verbonden aan die club. Daarnaast heeft Vink zijn eigen blad dat toonaangevend is in de reiswereld. Bovenal is Vink een familieman die zich thuis voelt in de regio en zijn stempel drukt op het voetbal in Tiel, specifiek bij TEC. Al jaren verbonden aan de club en betrokken bij de vereniging toen het nog speelde in de derde klasse. Vink wordt niet voor niets de kampioenenmaker genoemd. Dat geldt voor heel wat bekende voetballers, maar ook voor TEC. Van harte welkom, een bijzonder programma. We praten met Gerry Vink. Gerry Vink, betrokken bij TEC, bovenal een mooi mens. Gerry, van harte welkom. We praten over Gerry Vink, over TEC, want het was een fantastisch jaar. Ja, als je het afgelopen jaar bekijkt, dat je promoveert naar de topklasse, wat op een gegeven moment niet meer te behalen viel, ja, is dit natuurlijk op het gebied van voetbal een heel mooi jaar geweest. Laten we bij het begin beginnen. Wie is Gerry Vink? Ja, wie is Gerry Vink? Geboren in Ophuizen. 50 jaar oud inmiddels. Dus ik heb ook Abraham gezien dit jaar. En dus daarom maakt het ook een bijzonder jaar voor mij. Fanatieke persoonlijkheid die ambitieus is in het voetbal. Bezeten van het spelletje. Ja, bezeten. Ja, ik denk als je dus 24 uur per dag met voetbal bezig kunt zijn, dan ben je wel bezeten. Daarin kan ik wel heel goed relativeren dat er ook iets anders is dan voetbal. Vandaar ook dat ik ook nog een andere bezigheid heb in het maken van een mooi tijdschrift met een website eraan gekoppeld. Dat is op zich ook alweer een bijzonder verhaal? Dat is ook een bijzonder verhaal. Dus wat dat betreft, als je vraagt wie is Gerry Vink, ik denk een bijzonder verhaal. Dat is mooi omschreven. Toen jij 17 was, al gedeputeerd in het betaalde voetbal bij FC Wageningen. Ja, als je het over de eerste elftal hebt, was dat op mijn 17e. Ik ben op mijn 15e samen met Bert van der Pol naar Wageningen destijds vanuit Sparta 1. Toen speelden we samen al als 15-jarige jongen. Sparta op Heusden. Ja. Derde klas was dat destijds. En toen werden we gevraagd naar Wageningen. Die hadden toen twee elftallen, het eerste en de belofte elftal. Daar bestond de club uit. En toen gingen we samen in de belofte starten. En eigenlijk werd ik 16 op 30 augustus toen. Toen was het dus net begonnen. En ja, een jaar later debuteerden we, anderhalf jaar later, zeg maar, in de bekerwedstrijd voor Wageningen 1. Dat was heel bijzonder. Dus eerste divisie gespeeld? Ja. Want het was net na de degradatie van FC Wageningen. Klopt. Destijds. In de periode dat Arie Schans en Hans Boersma het voor het zeggen hadden. Oké. Okay. Dat en was die de tijd is ook met Gerdo Hazeslekker en ga zo maar door. Gerdo was toen net weg. Wel de periode dat zeker Tollenaar daar natuurlijk in die periode spelen. Mooi. Uiteindelijk niet echt kunnen doorbreken. Nou, wel doorbreken, maar niet mijn droom waken. Mijn droom was profvoetballer worden. Zoals zoveel spelers en jonge jongens. Er was maar één remedie. Ik wilde profvoetballer worden en ik wil successen beleven. Maar jij was als jonge speler nogal recalcitrant, heb ik me laten vertellen. Ja, ik was in die periode toch wel iemand die stond en zei voor wat hij wilde zeggen. En dat was in die periode niet zo slim. Je wist het bij tijd en wijle beter dan de coach en dat was Schrijvers. Nou ja, in die tijd dat Piet Schrijvers de hoofdtrainer was, ja, wist ik het beter te veel dan de trainer. Dat is niet slim. Een fantastisch jaar geweest met TEC, met vallen en opstaan. Ja, als je vindt dat het vallen en opstaan is, ben ik daar niet zo mee eens. Omdat wij natuurlijk de handhaving vanuit de hoofdklasse was de doelstelling. Nou, en dan schep je het eerste half jaar in 2014 eigenlijk een verwachting dat het eigenlijk heel erg goed loopt. Want je komt natuurlijk vanuit de derde klas. Ja. En als je dan kijkt wat zo'n groep dan in een ontwikkeling doormaakt. Ja, dan kun je over vallen en opstaan praten. Maar ik denk dat Het wedstrijden leren winnen, het niveau handhaven, dat de eerste situatie is geweest, wat wij best wel aardig deden. Ja, natuurlijk is het zo dat die club hartstikke omhoog gaat, maar met vallen en opstaan bedoel ik bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de club zelf. Ja, nou ja, de club is natuurlijk vanuit een derde klasniveau, vanuit hoofdklasse naar de derde klas. Dan ga je weer doorpakken. Nu elk jaar komt er een stapje bij. Ja, en dan krijg je ook een bestuurlijke verandering. Ja, die club is natuurlijk ook redelijk in vervanging gegaan. En de spelersgroep is redelijk stabiel gebleven. Dus ja, die club is in beweging gekomen. Ja, en iedereen moet daarin mee, blijkt.
Ja, dat gaat wel met vallen en opstaan, omdat natuurlijk nog niet alles geweldig geregeld is. Maar iedereen doet zo verschrikkelijk goed zijn best. En je ziet dat er toch wel heel wat aan het gebeuren is. Als je ziet, met name het business home, de kantine, het kunstgrasveld. Dus de club is wat dat betreft maakt heel veel stappen. In die topklasse, daar gaat het echt om het echie, hè? Zo zullen we het maar zeggen. Als je nou kijkt naar de ontwikkeling van het spel, stemt jou dat tot tevredenheid? Nou ja, en afgelopen jaar stond ik voor fris aanvallend voetbal. Ja. Met veel druk op de helft van de tegenstander, veel druk bij balverlies en spelen naar het moment. Daar stonden we voor. Mensen plezieren, mensen een heerlijke middag bezorgen als ze bij Tech zouden komen kijken. Daar stonden we voor. Nou, als je dan nu ziet wat je dit jaar bewerkstelligd hebt. Ik denk de eerste 10 wedstrijden zeer fris aanvallend voetbal. Maar wel de deksel op onze neus gehad met het mooie aanvallende voetbal wat we spelen. Dat resulteerde in dat we ook een periode hadden van een cyclus van 4 wedstrijden die we niet wonnen. Nou ja, dan zie je het vertrouwen wat afnemen. Ja, dan moet je weer terug naar de basis. Nou ja, en dan gaat het erom dat je een bepaalde manier van spelen gaat hanteren waarop je kunt winnen. Dat geeft vertrouwen. Nou ja, en daarin zie je dus dat de ploeg enorme stappen weer maakt. Nou, we staan nu plaats 7 op dit moment, maar dat zegt nu nog niet zoveel. Ik denk in mei. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Precies. In mei wordt er bepaald waar je staat. Maar dat wij stappen maken en dat we elke week leren, ja, dat zie je wel heel goed terug in de hele selectie. De selectie is jong, eerzuchtig, maar er zit nog heel veel rek in. Dus ik ben heel benieuwd waar we aan het einde van de rit staan. Nou, Gerrie, praten over voetbal is leuk, maar kijken naar voetbal, in dit geval naar TSC, is nog veel leuker. En dat gaan we nu even doen. Jip Bartels, wat een fantastische pot weer. Hè? Het houdt niet op. Nee, het houdt zeker niet op, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat we het echt hebben laten zien dat we terechte kampioen zijn. We hadden het zwaarder verwacht hier bij Blauw-Geel, maar vanaf het begin hadden we de controle en voelden we met de hele groep dat er iets moois te wachten stond. En gelukkig hebben we het goed kunnen uitdrukken in de stand. Dat had nog wel meer kunnen zijn, maar een heerlijk gevoel om hier te staan met de schaal. Ja, 4-0 is voldoende, hè? Maar het krachtsverschil was groot. Ja, was enorm eigenlijk. Maar ja, ik weet niet zozeer of dat hun lag of een ons lag. Ik denk dat het vooral we de enorme wil hadden om vandaag te laten zien dat we ontzettend goed kunnen voetballen. En dat we het waard zijn om de topklasse in te gaan. En ik denk dat wij dat hebben laten zien. En ik kan echt niet wachten om volgend jaar op een level hoger te laten zien wat we kunnen. Kunnen we daaruit concluderen dat jij bij TSC blijft? Ja, ik blijf sowieso bij TSC. Ik heb het enorm naar mijn zin. Het project is heel leuk. We blijven winnen, we blijven ontwikkelen. We hebben een jonge groep waarbij iedereen graag wil blijven. En als je ze vandaag hebt kunnen zien, snap ik wel waarom, denk ik. Die kampioenschaal, natuurlijk hebben ze ze allemaal verdiend, alle 11. Maar jij ook wel in het bijzonder, hè, met al die mooie doelpunten. Laat hem nog even zien aan het publiek. Kampioenen! Schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, wind mee of tegen. Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Van vertrouwen aan een half of genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste ligt voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan. Als we schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde huis, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Zon of regen, wie mee of tegen. Als
gaan luisteren. Dit jaar heb ik iemand kort geleden. Dit jaar heb ik kort geleden een superbelangrijk lid van ons, Ben de Gooyer. En daar wil ik eventjes bij stilstaan. Want als er één heel betrokken was, iedere training, iedere wedstrijd. Iedere keer wij zeuren op het veld moet goed zijn, Ben. Ik wil daar eventjes stil bij staan. Mag ik eventjes een half minuut, hoef geen minuut te zijn, maar even een minuut stilte. Even voor Ben, jongens, want dat is een groot gemis voor Ben. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Oké, boys, party time! Ja, blijft genieten, hè. Als je die beelden toch weer terugziet. In mei, het is nog niet zo lang geleden. Wat een feest. Ja, dat was natuurlijk een happening wat zijn weerga niet kende. Ik moet ook de complimenten aan de hele organisatie geven. Wat het teweeg bracht daar in Veghel. Als je kijkt hoeveel mensen dat het in beweging brengt. Ja, dat was fantastisch. En, ik was er zelf bij. Genieten. Ja, was echt genieten. Echt een mooi moment van een mooie afsluiting van een periode. Ja, net zeiden we ook, het gaat nu om het echi. Topklasse is niet, doe je er niet maar even maar zo bij. Dat was in de hoofdklasse al zo. Ja, je organisatie moet anders worden. Je spelers moeten anders gaan leven. Die kunnen niet meer op vrijdag en zaterdag lekker gaan stappen en zondag een wedstrijd spelen. Dat gaat niet meer. Dat merk je ook aan de spelers zelf. Dat is er ook veel meer betrokkenheid in het professionalisme. Ja, en daar zie je wel dat heel veel mensen stappen aan het maken zijn. Dat is wel leuk om te zien. Ja, leuk dat spelers ook weer aanhaken en sommigen ook niet. Nou ja, ik wil niet zeggen... Dat is natuurlijk een proces natuurlijk, hè? Zonder de individuen om daarover te spreken. Maar dat gebeurt gewoon. Ja, maar je hebt altijd een kentering dat een speler wat meer en meer tijd nodig heeft... en meer moeite heeft om het niveau gelijk eigen te maken. Is dat ook jouw kracht eigenlijk? Om ervoor te zorgen dat, zeg maar, dat er geen negens en vieren plaatsvinden... maar altijd een zeven of een acht? Nou ja, een goede voetballer zorgt ervoor dat zijn ondergrens niet te laag is. Ja, maar daar zorgt de coach ook voor natuurlijk. Nou ja, dat heeft ook met duidelijkheid en vertrouwen te maken. Spelers krijgen wel veel vertrouwen, moeten ook doorontwikkelen. Niet tevreden zijn omdat ze heel vaak de ondergrens doorgaan. Ja, dat is een wisselwerking met elkaar. Ja, nou logisch. Ja. Die topklasse, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Een groot gemis, Leon Heesen. Ja, nou ja, Leon is natuurlijk de afgelopen jaren, denk ik, het ontbrekende puzzelstukje geweest. In de kwaliteit, in de persoonlijkheid, maar met name in zijn... persoonlijke drijf waar hij mee speelde. Nou, zijn ervaring en achterin de boel dicht houden dat, en het coachen in het veld, dat was eigenlijk zijn kracht, hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En, maar een afscheid van moeten nemen? Nou ja, dat was een van mijn moeilijkste beslissingen. Een gezamenlijke beslissing met iedereen. En ja, dat zijn beslissingen die je op gevoel doet en wel heel goed onderbouwd. Maar ja, dat zijn moeilijke beslissingen die je met elkaar moet nemen. En ja, dat zijn de vervelende dingen. Maar goed, je ziet ook meteen jongens opstaan. Ja, dat is dan weer de andere kant van de medaille. Bart Westerlaken, Erik van Dee, Obi Onjijke, hij is nu geblesseerd. Maar dat zijn wel jongens die het gaan doen. Ja, dat zie je altijd in de hiërarchie in een kleedkamer. Daar is een bepaalde hiërarchiestrijd van gedrag. Ja, als dan de absolute leider even wegvalt, ja, dan zullen andere jongens voelen zich dan ook weer wat belangrijker. En dat geeft ook weer vertrouwen aan die jongens. Dus ja, het is altijd wisselwerking. En uiteindelijk is het niet de manier waarop het zou moeten dat mensen tussentijds vertrekken. Want dat is niet de manier waarop we dat willen. Maar soms is het noodzaak en ja, dan zijn beslissingen naar buiten toe hard. Maar wel fair. Je hebt zelf al aangegeven, nog 16 finales aan het einde in mei. Staat TSC dan bij de eerste zeven? Nou ja, dat is wel de doelstelling. En dat betekent dus automatisch dan de tweede divisie. Waar gaat het eindigen? Nou ja, dat weet niemand.
Ik denk ook dat je de rust moet bewaren en de organisatie zo, denk ik, neer moet zetten dat als je niet haalt, moet er ook geen man overboord zijn. Ik denk dat je ook lange termijn ook moet denken. Als je kijkt naar de groep, is het natuurlijk een ontzettend jonge groep. Als je naar de tweede divisie toe gaat, zal daar wel wat ervaring bij moeten. Maar ja, ik denk dat, dat de groep met name de komende jaren redelijk stabiel is wat er blijft spelen. Dan continueer je ook de kwaliteit die er is. En met een paar goede aanvullingen kun je daar ook de stapjes maken die je wil maken. Nou, jij moet een trots man zijn als je ziet wat er nu al gerealiseerd is en de kansen die er nog liggen. Nou ja, ik ben sowieso een heel trots man, omdat ik zie wat, er, wat we met elkaar doen. En hoe de bevlogenheid is, hoe de betrokkenheid is. Hoe zo'n club ineens in een aantal jaren weer helemaal op de kaart staat. Ja, dat maakt me blij. Maar ook voor de omstanders, voor de mensen die er ook zoveel tijd en energie in gestopt hebben. Met name de technische staf, die ook een groot deel vrijwilligers bestaat. Ja, wat dat betreft is Frits van den Berg ook weer een aanwinst voor de club, hè? Ja, nou ja, dat moet je ook altijd maar even afwachten hoe dat iemand zich integreert. Ja, Frits is eigenlijk moeiteloos geïntegreerd in de hele organisatie. Bezeten van het spel en prachtige kerel. Fantastisch mens en ook een liefhebber. En daar gaat het uiteindelijk om, dat je met elkaar een stel mensen bij elkaar creëert die ervoor gaan. En dat etaleer je ook vaak naar de spelersgroep dan. Die zien dat ook en die worden daar ook weer gemotiveerd en enthousiast van. En zo werkt het vaak in een balans van een teamproces, denk ik. Ja. Tot slot, Gerry, zou je de kijkers van Stadse Vitiel op camera nog willen toespreken en iets willen melden? Dat lijkt me hartstikke leuk om dat even te doen. Ik wil hierbij eigenlijk alle betrokkenen, zowel de vrijwilligers, supporters, technische staf, maar met name ook alle mensen die rondom Tiel, regio Tiel, bedanken voor het enthousiaste reacties die ze hebben gegeven. De trouwe opkomst, daar wil ik ze hartelijk voor 2015 voor bedanken. En een voorspoedig 2016 toegewenst.